Phasmophobia met Julia. Nee, alweer. Nou. Oh, Mascaronia. We gaan het nog één keer proberen en ja. Deze keer gaat het sowieso lukken. En Julia heeft ook een geheim wapen bedacht. Ik ga mijn borst aan de geest laten zien. Ja, en ik heb de microfoon gefixt, want die deed het natuurlijk niet. Vorige keer. Dus dan, hoe heet deze geest? Thomas. Waar? Thomas. Oh, dat is raar. Dat is kortom. Blow the candle, dat is nice, want ik heb een kaart. Nee. Misschien staat er wel een kaart binnen, dat kan. Een kaart. Smudge sticks heb ik niet, motions heb ik ook niet. En ik heb de oude zaklamp nu ook, dat is echt zuur, man. Geen thermometer, wat. Wat is dat doen? Voor een soort pannenkoekenmix? Wat? Daar. Oh, dat is zout. Oh. Geesten kunnen door zout heen lopen. Zo, dus lang geleden dat ik dat kleine zaklampje heb gehad. Het sneeuwt. Ja, gezellig toch? Hé, hey, dit hebben we ook net gedaan. Oh, wat een eng huis. Oh mijn god, Stefan. What the fuck? What the fuck? Dit kan niet nu al. Stefan, rennen dan. Dit is bizar. Heb je dit ooit eerder gehad? Was dat? Dat was geen hun, oh, toch? Sta! Daar buiten. Dit soort tetten in mijn oor. Sorry, ja, ik schreef. Er ligt hier een ruggengraat. Eeuw, een spijn. Oh mijn god, waarom ligt dat hier? Wacht even hoor. Ik liep 1 seconde binnen. What the fuck? Maar wacht even, wat is dit? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit kan niet eens. Ik dacht dat het een hund was zelfs. Nou, ik vond het niet normaal. En waarom lag een ruggengraat? Ik zag hem ook lopen. Maar hoezo ligt er een ruggengraat? Ja, dat ligt er gewoon. Gadvar. Wat de hel? Haal dat even op. Ik heb hem al meegenomen. Oh, oké, goed zo. Maar wat kan je daar dan mee als je die hebt? Ja, daar krijg je punten voor. Ah, geld. Dan krijg je geld. Ik krijg geld. Ik heb een foto gemaakt, ik krijg ook geld voor. Maar wacht even hoor, what the fuck? Dit was heel eng. Hij kwam hier vandaan, toch? Dus dan zou je zeggen dat hij die kant op is. De deur staat of beneden, open. Ja. De deur staat open. Ik ben weer vergeten te kijken. Ja, verdomme, weer terug aan die car. Ja. Jezus, zeg, wat. Dit is. Nou, ja, weer zo'n heftig feentje. Maar Thomas is niet leuk, vind ik. Dat hij ons zo snel laat schrikken. Vind ik ook niet, nee, Thomas. De auto alarm. Is het van buiten? Ha, de tarot cards. Oh my god. Hé, hey, er zat een kaars, stop. Maar Stefan. Nee. Is dat in het spel of is dit buiten? In het spel. Oh mijn god, dan zit hij hier toch? Dat denk ik wel. Ja, maar dan moet je hier dus nu nog niet zijn, want dan pakt hij ons toch? We moeten eerst naar beneden. Eerst dat licht aan, alsjeblieft. Ja. Even doorpakken nu. Even doorpakken. Ik vind het spel zo eng weer door jou. Ja, maar, nou, hoezo door mij? Ik weet het niet. Ja, ik moet schrikken. Dat is toch logisch? Ja, maar ik ben echt bang gewoon, hè? Ik ook. Verdomme. Maar het ging zo goed met me niet bang zijn. Stop even met lopen. Besef even wat er net allemaal is gebeurd. Ja, ja, en heftig. De car ging af. De car. Ja, en ook de car, ja. Maar wacht even hoor. Ik ga die aansteker meenemen, want hij moet een kaars uitblazen. Voor een challenge. Mezelf. Gast, dit is ook een lijpe geest, hè? Thomas is echt doodeng. Als we de tarot cards gaan gebruiken, gaat het sowieso weer fout. Maar je moet even filmen dat de kaars wordt uitgeblazen. Dat is evidence. Nee, ik hoef niet te filmen. Hij moet het alleen doen. Oh, en dan? Krijg je wat punten. Maar wacht even. Ik moet even één ding weten van het spel. Wat is er? Oké. Wat is het doel eigenlijk? We moeten weten wat voor geest het is. Ja, oké. En zoveel mogelijk geld verdienen. Oké, maar je moet de geest niet vangen of zo. Nee. Oké, nou. Nee, kijk, dus stel, we komen erachter van, dit heeft hij, dit heeft hij, dit heeft hij. Oké, die bestaat dus niet, die combinatie. Maar dan is het bijvoorbeeld die en dan klik je erop en dan uiteindelijk kan je dan weg met de bus en dan weet je wat de geest is en dan neem je al die spullen. Is je dat ooit gelukt? Ja, best wel vaak. Fucking Stefan, wat goed van je. Ja, ja. Goed in. Ja, dankjewel. Het is niks. Zullen we wat zeggen tegen hem? En wacht, laten we hierheen gaan. Zo'n ghost orbs. Oh mijn god, ik wil hier niet lopen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat hij hier zit, hè? Oh, oké. Maar hij kwam daar vandaan gelopen, toch? Ik heb hem niet gezien. En die auto ging af, dus ik denk dat hij wel bij die auto zit. Wat is dat? Oh, dat is dat niet. Maar je moet niet zo tetteren, ja? Als hij weer komt. Ja, sorry, maar ik schrik toch? Ja, niet zo in paniek raken. Ja, jeetje. Maar gast, dat is toch een geest? Ja, klopt. Ja, dan schrik ik. Ja, heeft hij het gegooid? Where are you? Where are you? Are you there? How old are you? Thomas. What is your name? What is your name? Moet je specifieke dingen vragen? Thomas. Moet je give us a sign. Ja, klopt. Ja. Specifieke dingen vragen. Ja.
Thomas. Oh. Elke keer als ik met hem wil praten, stop je ermee. Sorry. Jij moet toch ook even wat zeggen tegen ik Thomas? Ik wist het niet. Doe die kaars in die garage aan. Pak het lightertje. Huppatee. Laat maar uit door die kaarsen. Thomas. Thomasje. Wil je wat zeggen tegen hem? Misschien zit hij toch niet hier? Nee, ik denk niet dat hij hier zit. Ik denk dat hij boven zit. Daar zijn we nog niet geweest. Nee, maar hij kwam wel deze kant afgelopen. Misschien moeten we toch wel de kaarten doen. Hij kwam deze kant vandaan gelopen. Toen we hem net zagen, toch? Zou je zeggen dat hij daar vandaan komt? Dan gaan we daarheen verstoppen. Oké. En als hij dan daar vandaan komt? Dan zijn we de lul. Nou, dat bedoel ik. We gaan het gewoon doen. Oké. Dit is niks. Maar wacht, we kunnen ook een extra leven krijgen. Dat zou helemaal geweldig zijn, hè? Ja. Kunnen we dus niet meer dood. Oh, dit is goed. Oh, nee, dit. Voel. Nou, vind ik zo. Oh, voel. Nice. Dat is een leven, of niet? Nee. Oh my god, Stefan het landen. Volgens mij krijgen we er dan sanity bij. Wat is dat? Oh my nee. Kut. Oh my god. Er gebeurde helemaal niks. Wat is de voel? Ja, ik hoor hem wel. Dat is een nepkaart, die doet niks. Maar daar kan je geschokt worden. Maar er stond ook dat hij niet. Daar stond de voel. Maar naar de devil? Echt? Ja. Oh, dat zag ik niet. Dit is niet goed. Wat is het ook weer? Wacht even. Hier even kijken hoor. We hebben de Hangman. De Tower causes an interaction. Will Fortune. 50% zijn dat hij bij zich groen is. The Devil Ghost Event. The Fool is niks. The Hermit. Teleports a ghost back to his ghost room and traps it there for 1 minute. Oh, dus is 1 minuut vast in de ghost room. Oké. Okay. Nou, daar hebben we hem. Sun. Sanity naar 100%. Geweldig! Stefan, wegwees hier. Verstoppen, Stefan. Verstoppen. Volgens mij heb ik de push to talk aan. Hij is nog bezig. Ik haat Thomas. Thomas is niet chill, man. Thomas is niet chill. Hij zit ons gek te maken. Even kijken hoor. Ik heb net die 100% sanity namelijk. Ja, want ik weet gekregen. Niet eens wat het is. Maar ik benieuwd hoe hoog je nu is dan. Ja, TNA. Wat is sanity? Dat is hoe gek je bent. En hoe lager je sanity, hoe groter de kans dat hij gaat hunten en zo. Oh. Dus hoe hoger die is, hoe chiller. Oh, ik vind het zo eng als hij ons aan het zoeken is. Stefan. Dat is eng, hè? Dat is echt. Dat is heel eng. Een slopend is het. En wel een kaars uitgeblazen, dat is goed. Hé, we hebben dus geld erbij. Klopt, ja. Ik wil nog wel één keer de tarotkaart pakken. Oh nee, maar straks gaat het mis, Steve. Het gaat niet mis, sowieso niet. Nee, ja, dus wel. Ik kan niet. Ja, oké. Okay. Komt hij daar? Ja! Oh mijn god, daar loopt hij! Wat een engert! Oh. Hij ziet er heel eng uit, ja. Hij is echt met een... Oh! Wat een engert. Hij liep ook mank! Ja! Thomas. We hadden te fotograferen. Ja, klopt, maar ik had mijn camera niet bij me. Je hebt gelijk. Heb je gelijk in. Dat heb je goed geleerd, zeg. Okay. Waar hebben die kaarten nou neergelegd? Die gooi jij weer ergens, Stefan. Nee, ze vielen gewoon uit mijn handen, want ik switchte van ding. Of misschien zijn ze wel op. Dat kan ook. Zullen we even die toeter uitzetten? Ik krijg echt last van mijn concentratie. Ik denk dat ik het niet meer kan. Heeft hij dit ding uitgedaan? Kut, ja, we moeten weer naar beneden. Oké, misschien moet jij die even aan naar beneden. Dat is ook iets voor jou. Ik weet niet of ik dit durf, Stefan. Ja, je moet naar beneden toe. Ja, nu naar rechts. Ja, daar beneden. Even dichterbij. Erbij. Ja, en weer naar boven. Nee? Ja, en weer naar boven. Hier zit zijn lijk in, denk ik. Denk je niet? Oh, zullen we hier even naar kijken? Ja. Maar is Kenneth Thomas de geest die hier woonde? Zou kunnen. Want hij hield hij van paarden. Hij hield van fotograferen. En wat nou als je gewoon de hele tijd hier blijft wachten? Wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment komt hij je halen. Eeuw. Heb je dat wel eens gedaan?
Alleen op dezelfde plek zitten? Ja. Nee. Zullen we even die toeter uitzetten? Want ik hoor. Moet je naar de auto toe lopen en erop klikken. Ja. Nee, wij staan. Ik klik. En kijk je in het boek? De grond? Niks ingeschreven. Nou. Zullen we nog wat zeggen? Oh, hij liep... Oh nee, liet Stefan. Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Pak het over! Ik weet het niet! Je moet naar buiten! Ja, maar ik weet... Naar links! Ik weet het niet! Hij zit achter je aan! Nee, 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 Stefan, niet doen. Stefan, hij zit er niet. Hij zit er niet. Ah! Stop! Ik ga blijven zitten. Ja, jezus! Hey. Oké. Okay. Wacht even, wacht even. DOS projector. En de kaars. Ja, maar dat is geen evidence. Dat hoeft niks te zeggen. Oké, nou, dat is het enige wat we hebben. Ja, en misschien moeten we nog even praten met hem. Kan je daar ook iets uit halen? Wellicht. Jammer dat we hem niet hebben gefotografeerd. Dan hadden we zoveel geld meegekregen, denk ik. Ja, ik krijg wel extra geld voor inderdaad, die ghostfoto. Kijk, ghostwriting is er nog niet. Oké, pak dit record in. Girl! Oké, misschien moet je zeggen dat je je titel gaat laten zien. Ja. Thomas. Ik heb een sexy stem. Thomas, if you come, I will show you my boobs. Thomas, Thomas. Thomas, Thomas. Where are you? Are you French? Thomas, Thomas. Tomaat. Thomas. Ja, dat kraakt wel iets, ja. Give us a sign. Hij ziet er wel heel eng uit. Dat wel. Fingerprints? Hij raakt de deur aan, dat is top. Geen fingerprints. Oké. Maar wel een injection. Maar als je niet de juiste tools... Stefan, weg hier. Wacht, dit is extra bewijs. Injection, top. Daar hebben we fingerprint op. Nee, dus die kunnen we afvinken. Oh ja. En ook geen fusing tempeltjes. Kun je nu ook gokken wat voor geest het is? Je kan het gokken. Maar kan je hem ook vinden als je niet de juiste tools hebt? Ben ik één ding vergeten? Want kijk, even kijken. We hebben dit. Dit stop. Oh, ik ben vergeten foto te maken van de tarot cards. Dat is zonde. Dat is ook gratis geld. Liggen ze nou niet hier? Ik heb ze toch hier gegooid? Hier vielen ze toch? Ja. We rennen naar buiten toch? Ze liggen onder het kleedje hier zo. Kan je dat optillen? Ja! Oh mijn god, Stefan. Jij bent zo goed. Oh. Heb je het nu weer daar gegooid? Oh, kut. Ja, oké. Top! Oké, we gaan nog één keer dit doen. Fuck it. Fuck. Oh my god. Henk, dat betekent dat je dood bent, hè? Ja, maar we zijn niet dood, want ik zag de voel. 1% kans. Oh, ik dacht tegen oma gewoon nog één keer die kaart. Heb je wel weer geld verdiend? Ja, wacht. Dus het is een raid in yokai of een raichu. Oh my days. Ik denk dat hij een raichu is. Zo zag je eruit. Ook in New York, hoe eng. Nou, ik denk niet spirit box. Coast orbs hebben we niet gezien, hè? Coast orbs kunnen we afvinken eigenlijk wel. Het is een verrat. Een raid waarschijnlijk. Een Raichu? Wat is nog meer met Raichu? Ik denk dat het een raid is inderdaad. Ik ook. Maar dan moet hij wel op de spiritbox komen ook trouwens. Dat is het radiootje dat we gebruiken. Dat doet hij niks. Als we tegen hem kletsen. Ja. Maar laten we het nog een keer proberen. Misschien dat er wel ghost orbs zijn. Misschien moeten we gewoon even... Nee, wacht. We kunnen trouwens vanaf hier kijken. Dat is fucking slim. Ik hoop dat we winnen. Nou, we zijn nu voor het eerst wel wat beter bezig. Ja. Maar deze geest is ook niet zo heftig. Nou, wel. Hij is eng. Zie geen spirit orb, hè? Ghostorp. Maar weten we zeker dat hij daar zit? Ja, toch? Ja, hij zit wel daar. Maar er zijn sowieso geen fingerprints. We zagen hem die deur aanraken, ik keek en er waren geen fingerprints. Ik hoor iets. Dat is onze spiritbox. En ghostwriting. Maar weten we zeker dat hij hier is? Weet. Ja, want anders zou hij ook niet op die andere dingen reageren. Ja, oh wel, kijk, Ghost Orb, ja. Ghost Orb, dat dus wel. Dus wel Ghost Orb, Yokai Raichu. Oké. Is het handig om dit hier binnen te doen? Ja, fuck it. Raichu, waar is hij nou? Dan moeten we IMF level 5 hebben en een, welke was die ander? Yokai Spiritbox. IMF level 5 hebben we nog niet gezien, maar dat zal hem wel waarschijnlijk wel zijn. Ik wil nog één keer vragen, where are you? Er gebeurt niks. Are you here? Kijk, er gebeurt niets. What is your name? What is your name? Hij reageert niet op de spirit box, man. Mag ik het nog eens proberen? Dan is het IMF even 5. Moet wel.
Ja, Stefan. Heeft hij de deur aangedaan weer? Foto? Evidence? Deze? Nee, kut. Hij is hier, Stefan. Hij heeft iets hier aangeraakt. Misschien het licht. Fuck, mijn foto's zijn op. Ik ben zenuwachtig hoor. Ik ook. Maar ik wil ook gewoon graag winnen. Oké, maar luister. Ik denk, bijna zeker te weten, dat het IMF level 5 is en dat het de right show is. Hoe vullen we dat in? Dat heb ik nu gedaan. Maar ik weet het niet 100%. Maar we kunnen nu gewoon, of moeten we het één keer testen nog proberen. Ik denk het wel eigenlijk, hè? Ja, maar als we nu doodgaan dan... Dat is kut. Dat wil ik echt niet. Nee, dat wil ik ook echt niet. Dus laten we het gewoon... Wat ligt op de grond? Mijn camera. Give us a sign. Touch the door. IMF level 5. We moeten dit krijgen. Thomas. Laat je horen. Beetje een rustige geest wel. Ja, maar ook niet, want hij maakt ons helemaal gek in het begin. Ja, het begin was lijp. Ik denk dat het toch wel echt een rideshow is, man. Oké, nou, laat het gewoon doen. Laat het gewoon doen. Okay. Fuck it. We hebben te vaak geld verloren. We moeten wat verdienen. En het klopt gewoon. Het moet wel. Ja. Kijk, we hebben die ook afgevinkt. Top. Oké, en nu? Nu gaan we erachter komen of het inderdaad een rideshow is. Dat staat zo meteen in beeld. Kun je altijd eens even abonneren? Terwijl we wachten tot we zien wat het is. Het is wel een yokai. Maar ja, dan vind ik dit ook een kutspel, want we hebben 30 keer gepraat. Dan Thomas is gewoon doof. Thomas zegt niks terug. Ja, fuck Thomas. Wat een loser. Ja, ik ben helemaal bang. Nou, als je nog zo'n video wil zien, kan je hier klikken. Ja. Laat even in de comments weten wat jij van Thomas vindt. Fuck hem. Nee, oh nee, trouwens, nu toch maar niet. Ik ben nu echt heel bang dat hij naar mij komt. Dat kan wel. Nee, niet doen, Stefan. Dat kan hoor. Dat is niet zo. Doei. Doei.